Dag allemaal. We zijn hier vandaag op het symposium Zorgevaluatie. En zorgevaluatie is het type onderzoek waarbij je goed kijkt welke behandeling nou het beste is voor de patiënt. Is de behandeling A beter of B? Dat zijn we aan het onderzoeken met zorgevaluatie. 120 medisch specialisten zijn hier vandaag op dit symposium. En we gaan goed kijken van hoe krijgen we dit type onderzoek nou nog beter in de spreekkamer en in de gezondheidszorg ingebed. Naast mij staat Dirk ter Meulen. Dirk, jij werkt in het OVG in Amsterdam. Kan jij vertellen waar je onderzoek over gaat en hoe dat voor de patiënt gunstig kan zijn? Wij onderzoeken de behandeling van gebroken polsen bij mensen boven de 65 en we vergelijken een operatie met gips. En op dit moment wordt beide gedaan, maar we weten niet wat het beste is. En als gips misschien net zo goed is als een operatie, kunnen we mensen een onnodige operatie met alle risico's van dien besparen. Dus dat zou heel nuttig kunnen zijn voor de patiënt. Dankjewel. Marie-José, jij bent kinderarts in het VUMC in Amsterdam. Kan jij vertellen wat voor onderzoek je doet en hoe dat goed is voor de kinderen? Ja, dat kan ik zeker. Ik behandel kinderen met een groeihormoontekort. En die groeihormoonbehandeling die doen we tot nu toe totdat de kinderen uitgegroeid zijn. En in ons onderzoek gaan we kijken of we 2 jaar eerder kunnen stoppen met groeihormoonbehandeling. Dat levert veel op voor de patiënt, want die moet elke avond het groeihormoon inspuiten. Moet regelmatig naar de dokter, moet röntgenfoto's worden gemaakt, bloed afgenomen. Dus als je dat 2 jaar eerder kan stoppen met hetzelfde resultaat op de eindlengte, zou dat een hele mooie verbetering zijn. Dat lijkt me een heel mooi onderzoek. Dit type onderzoek, zorgevaluatieonderzoek, zoals Marie-José net vertelde, is ontzettend belangrijk. Want daarmee kunnen we de zorg aan de patiënten verder verbeteren. Maar er zijn ook nog vragen over. Hoe kunnen we zorgen dat we nog meer studies van start kunnen laten gaan? Hoe werken we daarbij met alle partijen het beste samen? En dan heb ik het over ZonMW, dan heb ik het over de zorgverzekeraars, natuurlijk ook de patiënten en de ziekenhuisinstellingen. Want dat is ontzettend belangrijk dat we meer van dit onderzoek kunnen gaan doen.